Ik stap nu naar Giro Moorsel, de plaats waar veel evenementen gebeuren, waaronder FIFA Dirt, Kerstmarkt en ook nog een paar andere vuiven en de Giro zelf natuurlijk, maar ook de Spaghetti Zwier. En daar ga ik nu naartoe. Dus kom maar mee. Ik sta nu aan de tent van de Spaghetti Zwier, waar eigenlijk alles gebeurt. De spaghetti wordt opgediend, afgediend, mensen eten hier en nog veel meer. Er is hier ook een tombola. Maar ik ga eens een rondleiding geven rond de tent, dus kom maar mee. Dus hier naast mij is de bar, de ticketsverkoop. Hier moet je ticketten komen halen en dan kun je eigenlijk de spaghetti eten. Kinderportie, grote portie, we hebben allemaal. We hebben zelf ook veggie. We hebben een ganse tent met mooie lichtjes en zo. Zelfs een tombola. Ja, kun jij eens de tombola uitleggen? Ja, de tombola-vraag van dit jaar bij de spaghetti's hier is de vraag: bij welke leiding hoort welke knuffel? Ja, je ziet hierboven de leiding en de namen van de leiding. En daaronder zie je allemaal foto's van knuffels. Maar bij welke leiding zou welke knuffel nu behoren? En als gistingsvraag hebben wij de vraag wat alle schoenmaten van alle leiding tezamen zijn. En ja, je moet dat dus invullen. En als je klaar bent met dat in te vullen, moet je dat in deze doos stoppen. En dat zijn al onze prijzen. Je ziet dat onze grootste prijs de Senseo is. En er is nog van alles wat je allemaal kunt winnen. Echt de moeite waard. Als we naar hier gaan, want het is nog niet klaar, hebben we namelijk nog een zaal dat volledig bijna vol zit met mensen, namelijk het speelclublokaal. Hoe was het met de tent opzetten? We waren met niet zo heel veel volk, dus dat was wel echt heel zwaar. Maar het is snel gegaan, dus dat valt op. Zo zie je dat er niet altijd jongens nodig zijn, want we zijn een meisjesleidingsploeg met één jongen, Koen. Maar zo zie je dat dat niet altijd nodig is. Hè. En hoe was het met de servies? Niks laten vallen of zo? Ik heb één glas omgestoten, maar op zich valt dat nog mee, want vorig jaar heb ik een plateau laten vallen. Dus, bij mij, ik doe de borden en dan, dat zijn hele grote plateaus. Dus als er mensen in de weg staan, dat is wel heel ambetant, maar voor de rest is dat hier op het gemak kunnen. Nog commentaar gehad op de servies of zo? Of ja, het was goed. En, beetje gefloot of zo? Dat kon meer, maar zelf van nog, hè, maar mensen denken daar niet altijd aan. Ze genieten van de spaghetti. Daar gewoon is waar tot het om draait, uiteraard. En dan hebben we nog iets. Ga maar naar achter. Dan hebben we namelijk de bar met alle drank. En hier is zo een soort van café waar dat toon hier staat. Sparijn, zuiverheid die voor je zorgt. Hoe heet die drank? Wacht, we zullen een keer vragen. Koshima. Kunt jij eens uitleggen wat er allemaal in die Koshima drank zit? Voor mij een choco alstublieft. Triple sec. Ja. Passoa. En pompoensap. Dus dat... De verhouding kan ik wel niet vertellen, want dat is ons geheim waar dat we op draaien. Want het is, de ingrediënten zijn belangrijk, hè, dat je dat weet. Maar de verhouding, dat maakt wel de Koshimo tot de Koshimo. En daardoor, dat is moeilijk om na te maken door andere mensen. En het is een beetje onze verkoopsucces daardoor. En is dat dan echt een Giro Moorsel item? Ja, dat is een echt Giro Moorsel item van. Ik ben zo eens soms naar eten zijn geweest van andere Giro's. Ze hebben dat er ook wel, maar die verhouding zit... Het is heel belangrijk, het pompelmoessap mag niet overheersen. En dat maakt wel de goede Koshimo natuurlijk. Dus als je naar hier komt, kom de Koshimo drinken. We zijn hier nu bij de kookploeg. En ik ga nu een paar vragen stellen aan de kookploeg. Wat zit er allemaal in de spaghetti? Dat wil je niet weten. Spaghetti! Het is geen spaghetti, het is cappellini. Cappellini, en wat is het? Dat is dunne spaghetti. En hebben we ook veggie spaghetti? En wat zit daar allemaal in? Is dat zo? Saus. Ja, de saus. Ah, de saus. Voor de saus wil ik jullie verwijzen naar de kenners. Namelijk, cola. Wat zit er in de saus? Paprika, wortel, ui, look, courgette,
Geen vis. Geen vis. De geheime kruidenmix. De geheime kruidenmix van Guido Moorsen. Wat zit er nog in? Tomaten, tomatenpuree, tomatenpassata, tomatenblokjes. Paprika. Paprika, heb ik al gezegd. Gele, groene, rode. En ongelooflijk, allemaal verse groenten, vers gesneden. Vandaar dat zo lekker. Dan tijdens het snijden van de groenten of tijdens het koken, is er dan soms iets dat misgaat of zo? Is er... Jij zit hier al redelijk lang op deze Giro. Heb je de eerste spaghetti-zwier al meegemaakt? Ik heb de eerste spaghetti-zwier meegemaakt, dat was 7 jaar geleden. En we zijn nu dus 7 edities verder. En het succes wordt elk jaar groter. En hoeveel volk komt daar dan ongeveer op af? Oh, wel, dit jaar hadden we 710 eters. Dat is een absoluut record. Vorig jaar zaten we rond de 650 ongeveer. Dus we stijgen jaar na jaar. Dus het was een super editie. En hoe begint je aan zoiets? Hoe is dat zo, ja? Hoe begint je aan zoiets? Ja, we beginnen daar meestal zo al eind augustus aan te denken. Aan de organisatie, aan het zoeken van sponsors, planning opmaken, affiches laten drukken, kaarten laten drukken en zo. En het hoogtepunt, ja, dat is elk jaar het weekend natuurlijk. Hè. Je krijgt heel veel werk in, maar het geeft heel veel voldoening als je ziet dat er heel veel volk komt. Dit was de Spaghetti Zwier 2018 van Giro Moorsel. Ze zijn nu druk bezig met de tent af te breken en al die dingen, want het is gedaan. Oh, spijtig. Het was zeer lekkere spaghetti. Met een goed jaar. Ongeveer 600 mensen zijn in de Spaghetti Zwier aanwezig gekomen. Dat is geen goede zin. Ongeveer 600 mensen waren hier op aanwezig. Dus hopelijk volgend jaar jij ook. En dan zou ik zeggen, tot volgend jaar. En, bedankt!